Waarom zagen we in Arnhem de tekorten op het sociaal domein niet aankomen? En waarom was wethouder van Financiën, Ronald Paping, vorige week niet aanwezig, terwijl de raad dit wel verzocht had? Vorige week was u afwezig tijdens het debat, terwijl wel om uw aanwezigheid gevraagd was. Dat werd niet door iedereen op prijs gesteld. Kunt u er even kort op reageren? Ja, dat kan ik. Wij hebben vorige week dinsdag in het college gesproken wie ons zou vertegenwoordigen. Daarvoor hebben we besloten dat de twee vakwethouders prima in staat zijn om integraal alle vragen te beantwoorden. Dat hebben ze ook goed gedaan, denk ik. Als de raad mij vraagt om verantwoording af te leggen, dan ben ik dat uiteraard altijd toe bereid. En daarom ben ik hier vanavond ook. Ja, ik vond dat heel opmerkelijk. Volgens mij is het ook nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Arnhem dat een wethouder op verzoek van raadslid niet kwam opdagen, heel bewust. Later bleek ook nog dat de wethouder het debat wel had zitten volgen op de werkkamer en ook alle verwarring dus al heeft aanschouwd. Maar toch ook nog steeds niet besloot van oké, laat ik nu maar wel naar de gemeenteraad komen, want ik zie dat ze me ook daadwerkelijk nodig hebben. Ik was gewoon enorm verbaasd dat hij niet kwam. Ik kon het ook haast niet geloven. Hij had het me wel gezegd, ook van tevoren. Maar ik denk, hij zit te stangen. Hij gaat uiteindelijk wel komen. Ja, en ik heb heel veel mensen begrijpen daar helemaal niks van. En ik eerlijk gezegd ook niet. Het college heeft wel gezegd dat het nooit meer gebeurt. Dus dan is het ook klaar, zand erover. Dat vind ik belangrijk. Ik denk, en dat heb ik vorige week ook aangegeven, dat als een raadslid, elke willekeurige raadslid vraagt of een wethouder een toelichting wil geven in de raadzaal, dat daar gehoor aan gegeven moet worden. Een raadslid heeft daar vaak een specifieke reden voor, dus het lijkt me goed dat een wethouder daar gehoor aan geeft. Sociaal domein, uiteindelijk, ja, we zagen het niet goed aankomen, die tekorten op financiën ook. Hoe komt dat nou eigenlijk? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, met de blik weer terug kun je zien dat het eigenlijk de afgelopen jaren toch altijd wel een beetje mager geweest is. Ook in 2017. In 2018 werden we geconfronteerd met een oplopend tekort. Ik heb in september bij de zogenaamde TURAP, de tussenrapportage, heb ik moeten melden dat we 6,4 miljoen naar verwachting tekort kwamen. En dat was voor het college en mijn persoon ook in het bijzonder voldoende aanleiding om te zeggen, wij moeten hier eens heel goed induiken, want we willen weten wat hier aan de hand is. Want we lopen hier als gemeente een groot risico in. Het gaat om de gecreëerde tekorten in de zorg. Want ik zeg bewust gecreëerde tekorten. We hebben bij de begroting een hele discussie gehad. We hebben aangegeven, luister, gemeente Arnhem, de gemeenteraad, moet meer geld gaan reserveren voor de zorg. Nou goed, het is best zorgwekkend als je ziet wat er op ons afkomt. Het zijn grote tekorten. Ten tijde van de begroting in november was er sprake van 6,4 miljoen. Onze fractie van D66 heeft steeds gevraagd, is dit een structureel tekort of een incidenteel tekort? Omdat dat een enorm verschil maakt. Als het incidenteel is, dan los je dat vrij gemakkelijk op. Als het structureel is, dan betekent dat ook echt dat je keuzes moet maken, want dan is het jaar in, jaar uit, heb je dan een tekort op je begroting. Dat hebben we vastgesteld in november en 3 weken later kregen we een brief van het college dat het niet 6,4, maar al richting 10,9 plus nog een aantal aanvullende tekorten zit je rond de 13 miljoen euro structureel. Begin maart komt er een voorstel vanuit het college hoe we dit op gaan lossen. Ze hebben zelf aangegeven dat ze maximaal 7,5 miljoen binnen het zorgdomein willen vinden. En dat betekent dat binnen de andere domeinen er ook nog een aantal miljoenen gevonden moeten worden. Dat voorstel, dus eigenlijk een soort keuzemenu, dat wordt de raad voorgelegd begin maart. En dan, dan zullen dat best pittige debatten worden, verwacht ik. Het college gaat met voorstellen komen om de structurele tekorten aan te pakken.